Dus eigenlijk zegt u, dokter, leer er maar mee leven. Ik kan niks meer voor u doen. Ja, daar komt het wel op neer. Nou, op internet heb ik anders gelezen van een vrouwtje die helemaal genezen was. Ja, maar er is in uw geval sprake van een aantal complicerende factoren. Nou, het spijt me zeer, dokter, maar ik laat het er niet bij zitten. Ik wil een second opinion. Ja, nou, daar heeft u natuurlijk recht op. Ik ga even kijken of er een collega aanwezig is. Fijn, dokter. Goeiedag. Mijn naam is professor Wierdi. Ik heb begrepen dat er vragen waren naar aanleiding van de diagnose van dokter Daaldrop en dat er behoefte was aan een second opinion. Ja. Ik moet zeggen dat ik daar zeer verbaasd over was, omdat dokter Daaldrop toch bekend staat als een uitermate bekwame collega.